Nou, we staan hier bij een hele bijzondere verzameling van zandlopers van Theo Adriaanse. Nou, hartstikke leuk Theo dat je mee wilt doen aan onze collectie verzamelingen van particuliere mensen uit de Oosterhout en omgeving. Zandlopers, ja, als je het niet weet, ik weet het wel, maar als je het niet weet en je denkt, je hoort van iemand dat die zandlopers verzamelt, dan denk je, zandlopers. Op de eerste plaats, heb je die al zoveel verschillende? En zijn die bijzonder? Is daar een verhaal over te vertellen? Nou, dan ga je als nieuwsgierige al hier lezen bij de tekst. En dan zie je iets over vergankelijkheid, over memento mori, over tijd. En nou, wat kun je daar meer over vertellen? Nou, ik moet er eigenlijk iets... Ik verzamel zandlopers en alles met zandlopers. Dus... Kijk, zo'n schilderijtje is geen zandloper. Maar nee, er staat toevallig een zandloper. Wel zandloper. Het Druvie van 100, waar vroeger Erasmus op stond, daar staat een zandloper op. Staat daar een zandloper op? Ja, oh. En als je nou strak een keer in de vingers snijdt en je bakt de pleister, dan staat een zandloper op. Op een pleister? Dat heb je nog nooit gezien. En als je pakt macaroni van Albert Heijn aan de achterkant bekijkt, dan staat er 7 minuten koken en dan staat een zandlopertje bij. Ja. Dus, kijk. Ja. Dus ik verzamel dat soort dingen ook allemaal. Ja. Dus er zijn meer... Ik roep dan ook wel eens heel hard van... In ieder huis is een zandloper. Dan bedoel ik meestal een spelletje. Want zo, kijk, je ziet ook een aantal van die spelletjes op de afbeelding. Direct komen er in de vitrine ook nog een paar te liggen. Maar dan zit er een tijd dat je een minuut bijvoorbeeld mag denken. Ja. Of zoiets. Ja. En een zandloper is geen klok. Er zijn wel klokken waar zandlopers op staan, maar een zandloper geeft een bepaalde tijd aan. Dus je hebt een zandloper die een uur loopt, een half uur loopt en een kwartier loopt. Oh, zo. Nou, die van een kwartier loopt niet meer door, maar dat komt omdat hij zo oud is. Ja. En eigenlijk zouden al die zandlopers, 5800, iedere dag om moeten draaien. Ja. Dan blijven ze doorlopen en hoe groter dat, hoe kleiner dat gat is, hoe langer dat het duurt dat hij doorloopt. Maar dat houdt ook in dat je... Als je een relatief kleine zandloper hebt, dat je toch... Is dit een kleine zandloper? Ja, nou, dit is wel in mijn verzameling wel een grote zandloper. Want je zei, dat heb je nu nog niet, zover zijn we nog niet met het inrichten. Maar je zei, ik ga straks naar de knipsels. Wat hebben de knipsels dan te maken met de zandloper? Alleen, nou staat hier zo'n soort bloempot met een gaatje erin. Dat heet Clepsydra. En dat Clepsydra is vermoedelijk het begin van de zandloper. Clepsydra betekent watersteler, dus het is gewoon een bloempot met een gaatje erin. Als je er water doet, gaat er dat water door dat gaatje uit. Nou, dan kun je aan de binnenkant een soort schaalverdeling maken, hoe lang dat je doorloopt. De eerste zandloper die ze hebben kunnen dateren, Siena, 3038, een gedeelte van de fresco. En die fresco is nog steeds te zien in Palazzo Pubblico. En in Siena, waar die paardenrace is, buiten in die stad gehad. Een museum, hè? Je hebt eigenlijk een museum. En daar heb je er, hoeveel heb je er? 5800. 5800. En wat is nou straks in ons museum, wat jij hier nu in de verzameling inbrengt? Dus de vergankelijkheid in beeld gebracht. Dus ook weer een stripverhaal. Ja. De zandloper is leeg, de kaars is uit, de bloem begint te bladeren, het laat je vallen. God. Einde verhaal. En dit is zo'n fijn knipwerk, dat zie je wel. Theo zei al, dat kan bijna niet alleen geknipt zijn, maar dan zal ook misschien gesneden zijn. Ja. En zo'n knipsnijapparaat, mes, gereedschap, heet een canivet. En daar zou ik nog iets van vertellen. Ze deden 4 wanivelks papier op elkaar. En dan knipten ze 4 tegelijk uit. Sneden ze gelijk uit. Zo. En dan werd dit werd meestal door iemand anders... ingekleurd. Ah, ja. Nou, Theo, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. En we nodigen de bezoeker ook uit om later bij jou in jouw kijkkamer te komen kijken. Iedereen is welkom, als ze altijd maar een afspraak maken. Even een afspraak maken, oké. Dankjewel. Goed zo.